Europa is in goede handen van Dirk-Jan Epping en Stef Goris. Zij presenteren u de zwaartepunten van het Europese lijstendekkerprogramma. Dames en heren, Europa is vandaag te veel bezig met regelneverij en betutteling. Eurocraten hebben de neiging zich bezig te houden met details zoals de vorm van bananen, de grootte van de komkommers en de kwamkwammers. Maar de economische crisis zagen ze niet komen. Lijstendekker wil een Europa dat zich concentreert op haar kerntaken. Een vrijere interne markt, vooral die dienstenmarkt, waardoor Vlaanderen toegang krijgt tot een afzetgebied van 500 miljoen consumenten. Om toekomstige crisissen te vermijden, moet Europa beter toezicht houden op kapitaalmarkten en protectionisme tegengaan. De euro moet een sterke munt blijven. Het begrotingstekort mag daarom niet groter zijn dan 3% van het bbp. En een land mag niet meer dan 60% schulden hebben. Vandaag gaat 3/4 van de Europese begroting naar landbouw en regionaal beleid, terwijl innovatie en technologische ontwikkeling in de kou blijven staan. Europa richt zich dus op het verleden, niet op de toekomst. Door de vele subsidies zijn akkerbouwers en veeboeren geen vrije ondernemers meer, maar steuntrekkers in een onoverzichtelijke kluwen van regeltjes en wetten. Tegen deze achtergrond, vrienden, pleiten Guy Verhofstadt en Louis Michel voor een Europese belasting, zogezegd om Europa dichter bij de burger te brengen. Wie de EU echt om zeep wil, moet de burger taxeren op een dergelijke socialistische eurotax. Lijstendekker wil het Europees landbouwbeleid inperken en het geld dat zo vrijkomt besteden aan toekomstgericht Europees beleid in zaken onderzoek en ontwikkeling. Vrienden, Lijstendekker is tegen een Europese belasting. De werking van de Europese instellingen kan efficiënter en goedkoper door onder meer het aantal leden van de Europese Commissie en het Europees Parlement te verminderen. En om het vertrouwen van de Europese burger in de EU te versterken, heeft de Europese Unie nood aan meer transparantie. De uitbreiding van de Europese Unie van 15 naar 27 lidstaten was een grote sprong. Voor Turkije is het eigenlijk nog niet rijp voor om nu toe te treden. Daarover moet nog veel gezegd worden. Eerst moeten we de huidige situatie verwerken en de visioenen van de eurovoluntaristen zijn een gevaar voor Europa. Lijstendekker wil het uitbreidingsproces voorlopig stopzetten en opteert in plaats daarvan voor strategische partnerschappen en vrijhandelszones. En wanneer de toetreding van Turkije weer ter sprake komt, dan moet daarover beslist worden via een Europees referendum onder de bevolking volgens het principe van één persoon, één stem. En niet met een instemming per lidstaat. Intern moet de Europese Unie nu in de eerste plaats consolideren. We mogen geen sprongen nemen in het duister onder het mom van het voluntarisme van Guy Verhofstadt, want dit is het enige Europa dat we hebben. En dames en heren, Europa is vandaag te afhankelijk van Arabische olie en Russisch gas. Door de enorme import van energie kan de EU zelf geen rol spelen op het wereldtoneel. Vrienden, het Europese milieubeleid staat steeds meer in het teken van een zogenaamd klimaatbeleid. Midden in een economische crisis, een overdreven, ambitieus en vooral peperduur klimaatbeleid lanceren, getuigt voor Lijstendekker van een groot gebrek aan gezond verstand. Om de energieafhankelijkheid van Europa te verminderen, is er nood aan een gemeenschappelijk Europees energiebeleid. Lijstendekker is voor een schoon milieu en voor vermindering van CO2-emissies. Maar fraudegevoelige emissiehandel is hiervoor geen goed instrument. Het is beter de handel in lucht af te voeren en te vervangen door grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling van energiebronnen met een lage CO2-uitstoot. Zolang er geen geloofwaardige alternatieven zijn voor kernenergie, moeten de kerncentrales open blijven. En tenslotte, dames en heren, nodig ik Guy Verhofstadt uit voor een direct debat over Europa, over de inhoud en de toekomst van Europa. Hij staat momenteel als een Mozes op een berg
Ik zeg, Guy, kom van de berg af en laten we praten over de gewone dingen. Want dames en heren, wij zijn niet voor Fata Morgana's. Wij zijn voor een haalbaar en betaalbaar Europa. Wij zijn de eurorealisten. Wij brengen gezond verstand naar Europa. Dank u. Ja.